Zoek jij nog coins voor spelers als Ronaldo, Messi of Slatan? Ga dan naar www.justfifacoins.nl gebruik de code HART, alle hoofdletters, voor 5% korting. Welkom, dames en heren, ik ben Mark en welkom bij deze Inform en -in Zacco review. Jullie zien nu gelijk het team waar ik mee gebruik. Je ziet ook de stats voor mij en dat is 17 goals in 11 wedstrijden. kost me 36k op het moment dat ik kocht, en dat was een paar dagen geleden. Ik ga jullie vertellen waarom je hem wel of niet moet halen. En aangezien het spel dit jaar vooral pace gaat gebeurd is. Weet ik dat heel veel van jullie sceptisch zullen zijn als je kijkt naar zijn pace. Maar als je naar zijn stats kijkt, dan zie je gewoon dat hij een heel goede spits met 83 kracht, 83 reactions, gewoon heel erg goede stats voor een typische typische spits. Je ziet trouwens de rating 83, dat klopt natuurlijk niet, maar dat zijn de gekke te zijn. Maar hij heeft ook 91 shot power, goede finishing, heading accuracy en long shots Daarnaast ook goede short passing, goede volleys ook, wat natuurlijk altijd handig is. Een 4-star en hij is 6 foot 4, wat natuurlijk super handig is hij heeft ook nog de power header trade, wat altijd handig uitkomt. Maar wat moet je van Edin Zeko weten? Het is geen snelheidsduivel, dat zeker niet, maar zijn dribbel voelt zo smooth. Het is een big guy die kan dribbelen en dat is een zeldzame combinatie. Wat je met hem heel erg hebt, is dat als je met hem op doel mikt, je zal het doel vinden. Kijk, als je hem expres 40 meter naast mikt, ja dan is het de kans dat je hem naast mikt. Maar met Edin Zeko heb je gewoon een paar dingen die je kan verwachten. Je verwacht dat die bal tussen de paallijner. En man, daar kun je met hem op rekenen. Zijn schoten zijn levensgevaarlijk. Net als zijn positioneren en zijn reacties. Hij staat heel vaak op de goede plek als je een tap in of een sweaty goal wil scoren. Daarnaast zie je ook een reacties. Zoals je bij die vorige goal zag. De bal kaatst los. Hij ligt een beetje daar. En Edin is daar als eerste om te reageren. Maar ook kan hij een sits geven. Wat natuurlijk ook erg handig is. Kijk, ik vind het fijn als spits te kunnen meevoetballen. En dat is iets wat je met Edin zeker ook hebt. Hij heeft goede short passing ook, vooral. Wat het sterkste is, namelijk doordat hij net een balletje breed kan geven. En een van jouw. Camps of wingers door kan lopen. Daardoor is hij een geweldig spits. Want naast dat hij een sterke dribbel heeft, goede koppen, longshots en gewoon normale finishing, kan hij dus ook gewoon meevoetballen. Zijn er ook nadelen aan hem? Ja, een paar. Um, zijn, sch zijn schotkracht, dat 91 zou moeten zijn, het voelde niet zo hard als dat het leek. Dat, dat is een beetje echt, en dat is denk ik het nadeel aan hem. Gewoon die schotkracht, dat is wel echt iets wat beter moet. Daarnaast zou ik ook zeggen dat zijn first touch niet ideaal was. Kijk, zijn dribbel was enorm sterk. Alleen ik merkte dat, ja, de eerste aanname was wel een beetje vaak een probleem. Daarnaast is het enige waar je op moet letten met hem, is zijn koppen voelt niet al te best. Nou is koppen dit jaar überhaupt niet echt een ding. Maar het voelt bij Enin Zeko toch wel iets zwakker dan verwacht. En ik moet zeggen, daar ben ik niet echt blij mee. Want je wil toch bij een corner af en toe, toch dat hij zich dan iets meer laat gelden. En dat is helaas niet het geval. Maar wat je wel met hem hebt, is zoals ik al zei: elke bal gaat er met hem in. Het is geen snelheid, de duivel, houd er rekening mee. Maar als je hem de bal geeft, dan ga je gewoon scoren. Maar goed, een korte review van hem, inderdaad. Zijn sterkste punten zijn vooral zijn positioneren, zijn dribbelen, zijn passing, zijn reacties en zijn shooting. Dat is echt de merk aan de hem. Het is een 100% pure spits die ook gewoon mee kan dribbelen en gewoon echt een keihard schot heeft. Wat inderdaad wel aan hem mist, is het is geen 91 schotkracht. Je zou verwachten dat je een raket afvuurt, maar dat is niet altijd het geval. Zijn first touch is ook niet ideaal, maar als je de dribbel daarna met hem aan kan gaan, dan zal je zeker winnen. En ook van zijn koppen moet je niet te veel verwachten. Maar behalve dat, zeker een keertje Edin Zeko gaan gebruiken. Ik raad jullie absoluut aan. Hij kost je niet heel veel en hij is zeker een aanwinst voor jouw BBL team. Maar goed, dat was deze review. Laat vooral weten wat jij van hem vindt als je hem hebt in de reacties. Laat me ook weten van jullie voortaan een review willen zien, of misschien jullie suggesties hebben. En dan zal ik zien welke ik kan doen. Laat een like achter, not, abonneer als je dat niet gedaan en dan zie ik jullie later.